waarheid doen of durven. 'S Ochtends wachten de kinderen op de meester. Kom, we gaan waarheid doen of durven spelen. Ja, waarheid doen of durven, dat doen we. Oh, dat vind ik wel een leuk spel, waarheid doen of durven. Wie begint daar? Ik begin wel, ik kies waarheid. Wat vind je het leukste vak op school? Pauze en vakantie. Het spel waarheid doen of durven is heel populair bij de kinderen. Waarheid doen of durven. Waarheid. Op wie ben jij verliefd? Oké, omdat het bij het spel had. Ik ben verliefd op Jason. Wat? Op Jason? Wist je dat Zoe verliefd is op Jason? Oh, echt leuk. Wat ik nu echt heb gehoord, Zoe is op Jason. Oh, echt waar? Dat moet ik ook tegen iemand anders zeggen. Weet je wat ik heb gehoord? Zoe is verliefd op Jason. Oh my god. Dames, wat komen jullie hier doen? Wij hebben een roddel. Vertel dan. Zoe is op Jason. Moet je eens horen of heb ik wat? Wat dan? Nou, Zoe is op Jason. En volgens mij is Jason ook op Zoe. Oh, die gaan wij aan Jason vertellen. En zo kwam het nieuws ook bij Jason. Wat is er, jongens? Volgens mij kan jij ons beter vertellen wat er is. Hoezo dan? Zoe is verliefd op jou en jij bent verliefd op Zoe. Huh? Hoe kom je daar nou weer bij? Zoe wist niet dat dit allemaal rondging. Oeh, je bent verliefd, hè? Schei uit, ik ben helemaal niet verliefd. Zoe merkt dat het over haar gaat. Ben je een beetje verliefd? Hou nou eens op! Meester, er is iemand verliefd in de klas. Huh? Waar heb je het nou over? Ik wil dat je die stam oplost. Zoe en Jason zijn verliefd, meester. Schijn nou eens om dat te zeggen. Hou nou eens op, maar ik vind het niet meer leuk omdat je dat zegt. Ja, wat moet ik hier nou mee? Let gewoon op en reken die stam uit. Ah, had ze dat nou maar niet gezegd? Na school zit Jason te wachten. Hé, hey, wacht nog eens even. Stomme muts, waarom zeg je dat nou weer? Waar heb je het over? Jij zei tegen de hele school te vertellen dat ik verliefd op je ben. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Laat me toch met rust. Nee, maar wacht even, ik moet nog iets zeggen. Zoe loopt boos weg en wil er niets meer mee te maken hebben. Jason blijft teleurgesteld achter. De volgende dag op school. Nou, ik hoop maar dat ze me nu met rust laten. Hey, heb jij je prins op het witte paard al gevonden? Hij is naar je kijken. Oh ja, kijk, hij zit naar je te kijken. Kijk maar. Oeh, jullie zijn verliefd. Jullie zijn verliefd. Jullie zijn verliefd. Nou, en nu krijg ik er genoeg van. Nu houden jullie op. De meester wil weten waar dit vandaan komt. Het komt door het stomme spel, waarheid doen of durven. Wat is waarheid doen of durven? Wat is dat? De meester krijgt uitleg over het spel. Nou, oké. Doe jullie leesboeken maar weg, dan gaan we dat spel nu spelen. Ik wil wel eens weten. Nou, jij dan. Waarheid doen of durven? Waarheid. Waar ben je bang voor, en eerlijk zeggen? Ik ben bang voor spoken, meester. Maar die bestaat toch niet? Jawel, meester, die bestaan echt. Al zit er eentje bij mij thuis. Volgende. Waarheid doen of durven? Ik kies voor doen. Nou, dan wil ik dat jij voor de klas vader Jacob komt zingen hier. Ja, dag, dat dacht jij. De meester zegt dat dit bij het spel hoort. Doen, 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 doen. Oké, alleen als jullie meezingen. Vader Jacob, slaap jij nog? Slaap jij nog? Alle klokken luiden, alle klokken luiden. Bing, bang, bang. Nou, oké, leuk spel. Ik heb hem door. Wat zou jij doen, Jason? Oké, dan kies ik waarheid. Oké, op wie ben jij dan verliefd? Moet ik dat echt zeggen, meester? Kom, ik sta achter je. Zeg het gewoon. Nou, eigenlijk ben ik op Zoe verliefd, meester. Ben je ook verliefd op mij? Ja, eigenlijk al een tijdje. De monden vallen open van verbazing. Tijdens het spel komen ze achter heel veel dingen. Meester, ik ben fan van One Direction. Meester, ik ben bang in het donker. En ook doen wordt vaak gekozen. Nou, Zoe, dan wil ik een hele leuke doen voor jou. Wat dan, meester? Nou, durf jij verkering te vragen aan Jason? Jason, wil je verkeer met mij? Ja, dat wil ik wel. Nou, dan verklaren jullie nu als vriend en vriendinnetje. Na school zijn Zoe en Jason de eerste die naar huis mogen. Is Zoe toch nog weggegaan met die jongen? Hij was eigenlijk voor mij. We krijgen hem wel in de toekomst. Nee, ik krijg hem in de toekomst. Ja, hij is wel die hotste jongen van de klas. Dan komt opeens de meester achter de dames staan. Zo dames, op wie zijn jullie aan het wachten? Niemand. Waarheid doen of durven? Waarheid. Op wie zijn jullie eigenlijk verliefd? En net op dat moment komt Jason binnen omdat hij zijn tas vergeten is. Tot morgen, dames. Op hem.